Welkom bij een nieuwe sportaflevering op RTV Lokaal. In deze uitzending samenvattingen van de sloeprace tussen Harlingen en Terschelling en de voetbalwedstrijd THVV-UVS. We beginnen met, misschien wel voor velen een onbekende sport, sloeproeien. Afgelopen weekend ging in Harlingen de HT, ofwel de roeiwedstrijd Harlingen-Terschelling van start. De HT wordt ook wel de koninginnetocht onder het sloeproeien genoemd. Nou ja, welkom. Weer een mooie dag erbij, denk ik. Super getroffen. De wind is oost-zuidoost 3 tot 4 de hele dag. Droog weer, 17 graden ongeveer. Dus dat ziet er eigenlijk allemaal wel super uit. Ik denk niet dat we hoeven discussiëren over een go or no go. De go is er gewoon. Dus we staan er goed op, denk ik. Maar we kunnen natuurlijk wel even rekenen, alleen dat er zijn tijd dat ze ver zijn. Nou, de HT is de Harlingen-Terschelling roeirace. En daar roeien 135 sloepen met gemiddeld 10 roeiers, roeien van Harlingen naar Terschelling. De afstand is 35 kilometer en dat gaat over de Waddenzee. Dus door de Vaargeul en naast de Vaargeul. En, ja, een hele spannende race, een hele zware race. Het wordt de koninginnenrace genoemd, dus het is de zwaarste roeirace van Nederland. Nou weet ik, met wielrennen dan ga je over autowegen en dan moet er toch iets gebeuren. Jullie gaan over vaarwegen, maar daar zit ook verkeer. Ja, zeker. We hebben rekening te houden met heel veel verkeer. Maar we hebben ongeveer 12 begeleidingsboten waar KLPD, politie, te water, Rijkswaterstaat en reddingboten. Waar ook artsen op zitten. Maar vooral Rijkswaterstaat die zorgt dat er komt nu een sleeptransport binnen van 160 meter lang. En die zorgen dat veilig door het veld gaat. Dat er geen aanvaringen gebeuren, zeg maar. Nou, het is eigenlijk een beetje in de kroeg ontstaan. Zoals bijna alle races. We kunnen wel eens een keertje van Harlingen naar Terschelling roeien. En dat hebben twee sloepen gedaan. En dat is inmiddels 42 jaar geleden. En zo is het uitgegroeid tot 135 sloepen, deze stad. Ja, de Harlingen Terschelling race winnen, dat is de mooiste prijs. Dan kijkt iedereen naar je van, dat heeft hij gedaan. Ik heb zelf gestuurd. We zijn Nederlands kampioen geworden, maar een Harlingen Terschelling race winnen, dat is veel mooier. Het is voor mij ook voor het eerst dat ik dit ga doen natuurlijk. Het is een heel avontuur. Hopen dat we het redden, want we moeten toch zeker 4 uur roeien. Misschien nog wel langer. Dat wordt een hele klus onderweg. Het is warm, wordt mij verteld. Hoe gaan we dat onderweg allemaal doen met drinken, eten enzovoort? Hoe gaat dat? Nou, we hebben in ieder geval echt ruimschoots water. Per persoon heb je 4, 5 bidonnen bij ons. Om te zorgen dat je wel voldoende vocht binnen blijft krijgen. Want dat verlies je ook hard als je zo in de zon over zee gaat. Met een inspanning erbij. En we hebben ook bananen. Weet je, dat eet makkelijk onderweg. En marsen met veel suikers erin. En van tevoren veel eten. Dat helpt ook. Want je moet zorgen dat je nu al koolhydraten binnenkrijgt. Dan ga je het redden. Je moet zorgen dat die motor een beetje energie heeft. Ja, je krijgt 10 slagen de tijd om even te drinken en te eten. En dat doen we ongeveer elke 20 minuten. Dat spreek je met elkaar af. En dan ga je inderdaad gewoon de boot rond. Dan zegt de stuurvrouw, bakbord 1, bakbord 2. Je mag om en om even een momentje nemen, maar niet tegelijk. Want anders ligt de boot stil en dan moet je weer opnieuw weg zien te varen. Ja, we gaan vandaag voor het aankomen aan de overkant. Het is voor ons de eerste keer dat we dit doen. En het is gewoon de uitdaging om er te komen. Er werd wel gezegd, wij hebben een wildcard gekregen om mee te mogen doen. Er werd gezegd, als je winnaar bent, dan mag je volgend jaar weer meedoen. Maar dat zien wij gewoon niet als een mogelijkheid. Wij willen gewoon zorgen dat we dit een keer op ons naam zetten. En dat je dit een keer, gered hebt. Dat lijkt me wel heel stoer om te kunnen zeggen. Wij zullen waarschijnlijk geen eerste gaan worden. We zijn goed getraind, we zijn er klaar voor.
Wij hopen natuurlijk een snellere tijd, zeker gezien de gunstige omstandigheden die we nu voorgeschoteld krijgen, dat we een snellere tijd kunnen roeien die we ooit geroeid hebben. Dus wij gaan voor de 3:45. De gevaren zijn vandaag de zon en nog eens de zon. We hebben wind mee, dus het wordt erg warm. Dus het wordt veel drinken, goed smeren en een klein verraderlijk plekje is richting het Schuitengat. Dat je daar de goede richting kiest en niet door de stroom richting Vlieland geduwd wordt. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... En na alle voorbereidingen dan eindelijk de start van de koninginnentocht onder het sloeproeien. Prima weersomstandigheden die snelle tijden mogelijk moeten maken. Er wordt om de 5 minuten gestart, waarbij er iedere keer 10 sloepen worden weggeschoten. En uiteindelijk doen er maximaal 130 sloepen aan deze geweldige race mee. Amsterdam, Vision, Harleen. Sloeproeien is verbonden met de Nederlandse geschiedenis. De VOC-schepen in de middeleeuwen hadden roeisloepen aan boord, welke werden gebruikt voor transport van schip naar de wal of voor het uitroeien van de trossen waarmee afgemeerd werd. De reddingssloep is ook al honderden jaren aanwezig op onze koopvaardijen en marineschepen. De marine heeft al jaren de statige B2 sloepen. Ook het loodswezen kent een rijke historie met sloepen. Hier de start van het sloepweesje. De boot met de bemanning uit onze regio, zoals Hoogmade en Alphen aan de Rijn. Boot nummer 70 met Lex Visser, Mark Hees, Joost van der Meer, Isaac Bos, Paul Kaptein, Tom den Hartog, Frank van Vliet, Sietse Geurtsen en Frem Slof. En ook zij zijn op weg naar de Schelling. Fantastische omstandigheden, veel mensen in Harlingen op de pier om de sloepen uit te zwaaien. En dan richting Buitengaats en richting Terschelling. En natuurlijk heel veel recreatieboten en uiteraard toeristen. En waar sloepen waren, waren natuurlijk ook wedstrijden. Op zeevaartscholen, waar sloeproeien een van de verplichte vakken is, wordt al sinds de jaren 50 sprintwedstrijden georganiseerd. En in de loop van de jaren kwamen er korte en lange prestatietochten bij in Nederland. Maar we zijn nu eenmaal op competitie ingesteld, dus bij iedere tocht zijn er altijd genoeg teams die er een wedstrijd van willen maken. De diversiteit in sloepen maakt onderling vergelijk onmogelijk en zo ontstond in 1991 de FSN, oftewel de Federatie Sloeproeien Nederland. Zij heeft een handicapsysteem ontwikkeld zodat verschillende typen sloepen toch tegen elkaar kunnen strijden. Inmiddels zijn er een kleine 250 sloepen actief in de Nederlands wedstrijdcircuit en worden er jaarlijks ruim 20 wedstrijden georganiseerd. Zojuist zag u de Poolzee. Petra van der Meer, Joyce Kortman, Linda van Hofwegen, Carla Vrolijk, Wendy Leijtens, José de Vlieger, Willemijn Kaptein, Sanny Bombeek en Colinda Slof. Zij zijn de bemanning van de Poolzee. En hier natuurlijk de Brandaris. En dat betekent dat de haven van Terschelling steeds dichterbij komt. Ja, het werd eb. U ziet de zandbanken op de achtergrond en de boten door de vaargeul heen. Wat meer stroming,
Dat heeft alles met het getijden te maken. En hier ook wat meer wind. En dan zijn de wat langzamere, de wat tragere sloepen als eerste gestart. En dan schuift dat veld voor Terschelling helemaal in elkaar. Enorme opgave voor deze mensen. Hier weer de Poolzee. En de vermoeidheid, die slaat toe. Links voorin, het meisje met de pet op, kan haar hoofd geen eens meer omhoog houden. Helemaal af. En dan het publiek, het talrijke publiek in Terschelling, op de pier. En dan de bocht om richting de finish. En dan nog alles eruit halen wat erin zit. En op de achtergrond ziet u die prachtige zeiljachten. Elke sloep heeft een eigen volgboot. En dat zijn meestal schitterende zeiljachten. En hier het schot van de Venus. En dan natuurlijk saluteren. De riemen omhoog. Het zit erop. Heel veel arbeid verricht. Heel veel vocht verloren. Maar een prachtig aandenken aan dit schitterend, maar werkelijk ook schitterende zeilrace. Ook voor deze boot de laatste loodjes. En hoe zwaar het was, hoeft natuurlijk geen betoog. Deze mensen genieten. Die hebben het wat minder zwaar. En dit is natuurlijk schitterend. Onze tweede samenvatting is die van het duel TFV-UVS. TFV doet het uitstekend en aast op een periodetitel. Een zware opgave, maar zeker geen onmogelijke. De Leidse tegenstander is na een aardig begin ver weggezakt en heeft alleen nog een theoretische kans om TFV te achterhalen. De ploeg van coach Niels Slotje weet wat haar te doen staat. Alles, werkelijk alles uit de kast halen om te winnen. Als dat lukt en DSO verspeelt punten bij KMD, is de periodetitel een feit. De uittrap van goalie Niels van den Burg van UVS. UVS in het rood-blauw tegen TFV in het bekende blauw-wit. De ploeg staat er prima voor op de vierde plaats. 2 punten voor op DSO. En die vierde plaats levert aan het eind van de rit een periodetitel op. TFV moet dus winnen om dat levend te houden, die hoop. Gevlacht, maar niet gefloten. Mariani leek me ook geen buitenspel. Mariani het schot en de prima redding daar voor keeper Niels van den Burg. Ja, zo al vroeg in de wedstrijd de kans om op voorsprong te komen. Lars van der Peil speelt slordig in. Rusenburg blijft op zijn goal staan. Oh, wat een prima redding daar. Sebastiaan Vrijland, Rusenberg, Kei Rusenberg, hij twijfelde. Maar de prima redding. Aan de andere kant, TFV alweer. De misser, maar het schot in de tweede lijn is niet mogelijk. Giel Konings, wat kan hij? Moet terug. Naar Jesse Modderaar. Modderaar met de voorzet. Half gemist, meegenomen, aangenomen, schitterende goal. Jordi van der Hoorn. Het leek eigenlijk op niets uit te draaien, die voorzet. Maar kijk, die wordt dan gemist. En dan is het Jordi van der Hoorn. En technisch perfect hoor. Goalie Niels van den Burg op het verkeerde been. Schitterend binnengeschoten. TFV direct alweer een mogelijkheid. Niels van den Burg laat die bal lopen. Maar dat doen ook alle spitsen van TFV. Cornerbal, zo blijft TFV sterker. In de beginfase van dit duel. Het schot uit de tweede lijn helemaal niet onaardig. Maar weggehaald daardoor Bart van der Weijden, de verdediger van UVS. Aan de andere kant UVS alweer, nog niet gevaarlijk geweest. Ja, op die ene knappe redding van Sebastiaan Vrijland na. Nu moet Kei Rusenberg optreden, doet het goed. TVV, behendig gevoetbald. Randy Verwoerd, balletje terug. Rusenberg in de problemen, doet dit niet goed. Ah, dan is de aanname daar ook niet goed. Van Bart van der Weijden, daar zat meer in, weet hij zelf ook. Ik kan met een klootje
prachtig weer. Op het bijveld van TFVV komt een compleet nieuw complex met twee kunstgrasvelden. En dan zijn de voorbereidingen daarvoor al in volle gang. Lars van der Pijl kan heel ver komen. Oei, een onvervalste panna. En dan de goede paas. Van de Hoorn. Mariani voor een lege goal. Ja, dat is makkelijk binnen tikken. Prachtige aanval. Opgezet daar bij Jesse Modderaar. Kijk, die panna. Het tikje, heel goed gedaan. En dan het overzicht bewaren. Prachtige goal. TAVV, mooie veldgoal over drie schijven. En zo heeft het de wedstrijd helemaal onder controle. Mariani, maker van die tweede goal. Leek op weg naar de 3-0, maar zover kwam die niet. Aan de andere kant, TFV. De rechterkant dan maar geprobeerd. De opening is goed aan de linkerkant. Jordi van der Hoorn, hij weer. Perfecte voorzet, is moeilijk. Ja, dan moet je een beetje geluk hebben. Dat had Mariani in dit geval niet. En dan is het rust. En 2 tegen 0 is een prima stand. Nu is het een zaak van de zaak controleren. UVS. Dan die Hoogkamer. Hoogkamer komt eruit. Dan is het toch gevaarlijk. Moet TVV toch op circuit Vive blijven. Ruim half uurtje, de 2-0. Lijkt goed. En moet men eigenlijk ook over de streep trekken. UVS, goed balbezit. Goed rondgespeeld. Dan op tijd de diepte gezocht. Maar doorzien. TVV kan overnemen. Egberts gaat afscheid nemen en doet dat geweldig. Wat een lop van Egberts in de ploeg gekomen. Krijgt dan toch nog speelminuten. Gaat aan het eind van het seizoen zijn club verlaten. Ja, als je dat op deze manier doet. En niet verlaat om elders te spelen. Maar hangt zijn voetbalschoenen in de wilgen. Prachtige goal. Aan de andere kant UVS. Daar staat alles en iedereen te slapen. En kan Rico Westdorp zomaar binnenkoppen. De centrale verdediger van UVS. Kijk, helemaal vrij. Drost ook geen goede rugdekking. Drie tegen één, maar dat mag natuurlijk geen probleem zijn. UVS ruikt het dan toch nog mogelijkheden. De 1-2 en daar is dan weer een mogelijkheid. Dan gaat die bal voorlangs. En dan moet natuurlijk TFVV wel op blijven letten. Mogelijkheid voor UVS. Om dit TFVV pijn te doen. Gebeurt gelukkig niet. Dit is goed gevoetbald. Overtreding mag doorgaan. Jordi van der Hoorn met het overzicht. En dan is dit de beslissing. Voor zover die er nog niet was. Lyndon de Bruin. Prachtige voorzet van Jordi van der Hoorn. Dan zorgt hij voor de 4 tegen 1 helemaal uitgespeeld. Niels van den Burg kansloos. En dan is de aftrap niet meer nodig. Dan zijn de punten binnen. En blijft de hoop op het halen van een periodetitel helemaal levend. Ja, ja, het helpt ook met resultaten. Dat beïnvloedt ook altijd een heel klein beetje de mening over hoe goed er gevoetbald wordt. Maar ja, we zijn weer naar een hele goede serie bezig. En vandaag speel je tegen een UVS, wat gewoon uiteindelijk ook een goede ploeg is. Ik denk dat we wel een voordeel hebben dat zij nergens meer voor speelden en wij wel. Maar ja, met name het eerste helft, de eerste uur hoe we spelen, ja, is genieten. Ja, dat is top. Ik keek uit naar deze wedstrijd. Kleine neefjes als pupil van de week, dus dat was helemaal top.
val je in en dan hoop je natuurlijk dat je nog een rol van betekenis kan spelen. En dat gelukkig kon het nog net. Dus ja, lekker. Nee, ja, je houdt altijd wel een stukje spanning. Dus wat dat betreft ga je er nooit vanuit dat het al een gelopen koers is. Ik moet wel heel eerlijk zeggen dat na 5 minuten ik al het gevoel had van nou, deze wedstrijd gaan wij vandaag bij normaal verlopen naar ons toe trekken. Omdat ik ons toen al beter vond spelen en uiteindelijk denk ik ook gewoon een verdiende overwinning. Ja, dat zou helemaal fantastisch zijn. Ik denk dat we al boven verwachting presteren. Iedereen had er een hard hoofd in het begin van het seizoen. Dat is een hele moeilijke competitie, maar vanuit een hele goede organisatie zijn we... Ja, de vreugde is heel groot hier, in Ter Aar. Vind je het gek als je zo wist dat... Brengt ons bij de uitslagen en de stand in de zaterdag tweede klasse C van West 2. Bifair GAC 4 tegen 0. HVC 10 Monster 1 tegen 2. KMD DSO 4-5. Lira Sef 3 tegen 1. SVC 08 RCL 4-0. TFVV UVS heeft u gezien 4 tegen 1. En Westlandia de koploper haalt uit tegen VDL met 6 tegen 0. Bovenin Westlandia en SVC. Onderling verschil van 1 puntje, maar veel belangrijker. Onze mannen uit Ter Aar, TFVV, op een 4e plaats. Winst volgende week is voldoende om een periodetitel in de wacht te slepen. En volgende week treft men VDL dat helemaal niets meer te winnen of te verliezen heeft. Ofwel, dat speelt om de baard des keizers. RCL Westlandia, dat springt er ook nog uit. En kijkt u zelf naar uw overige favorieten. Maar het allerbelangrijkste, TFVV, het kan volgende week een periodetitel pakken. Dit was het weer en wij hopen dat u heeft genoten. Bedankt voor het kijken. U kunt ons blijven volgen op internet, Facebook en Twitter. Graag tot volgende week.